veld op vol vertrouwen als kampioen. Als kampioen. De jongens zijn nu echt niet meer te houden. Ze gaan het doen. Ze gaan het doen. De stadion duikt weg voor het Wilhelmus van Wil van Dijk. Van Wil van Dijk. De wedstrijd gaat nu eindelijk beginnen. Nu geen gezeik. Hier en daar een paas, een potje bier, een blokje kaas. Nederland moet jagen, jagen, jagen op de bal. Jagen, jagen, jagen op de bal. Kappen, draaien, geef die ballen knallen op je. Hier en daar een paas, een potje bier, een blokje kaas. Nederland moet jagen, jagen, jagen op de bal. Oranje domineert de tegenstanders. Die tellen niet mee. Die tellen niet mee. Want Holland deelt met zijn tactiek heel anders. Met 4-3-3. De bal die gaat erin, maar wat een domper. Het is buitenspel. Maar wat gebeurt er nu? Een tegentreffer. Ik word van wel. Hier en daar een paas, een potje bier, een blokje kaas. Nederland moet jagen, jagen, jagen op de bal. Jagen, jagen, jagen op de bal. Kappen, draaien, geef die ballen knallen op je. Hier en daar een paas, een potje bier, een blokje kaas. Nederland moet jagen, jagen, jagen op de bal. Nog 3 minuten geeft de vierde officiële aantijd die we goed kunnen gebruiken. Want dankzij die iets wat discutabele gelijkmaker na rust is er voor Nederland nog steeds uitzicht op de tweede Europese titel. Als het maar niet op strafschoppen aankomt, ik hou inmiddels mijn hart vast. De boer speelt die wel op Cocu. Cocu op Davids. Davids passeert 1 man, passeert 2 man. Geeft die bal op rechts van Dennis Bergkamp. Het schot van Dennis Bergkamp. En via de keeper in de binnenkant van de paal stuivelt die bal er weer uit. Wat een pech in deze fase voor Nederland. Maar we mogen nog wel een hoekschop nemen. Nederland gaat eerst wisselen. En het luchtnummer van de speler die daar staat komt mij niet helemaal bekend voor. Maar zijn gezicht wel. Het is Johan Neeskens. Johan Neeskens gaat in de ploeg komen voor Oranje.